nieuwe aflevering van Carnaval on Tour. Vandaag is het open dag bij de carnavalsverenigingen in Maden, in de Maai. Wij gaan overal eens kijken. Dus ik zou zeggen, we gaan. We zien allemaal vrolijke kleuren. Wat wordt het dit jaar? Dit jaar proberen we bij ons een tweedeling in de wagen te maken eigenlijk. We proberen aan de ene kant een carnavaleske feest uit te beelden. En aan de andere kant proberen we toch ook een stukje te laten zien van de dagelijkse sleur. En hoe dat het alle dag gaat. En dat carnaval toch echt een feest is waar je van kunt en moet genieten. Dat is het idee van de wagen eigenlijk. En ja, ik zie hier echt een gigantische wagen. Hoe groot wordt hij dit jaar? Ja, hij is vergeleken met vorig jaar is hij iets kleiner. We hebben iets minder tijd. Met andere zaken hebben we wat meer tijd nodig gehad. En komt nog net naar de 10 meter hoogte. Dus wat dat betreft is het een waardige A-wagen, denk ik. En hij is een meter of in totaal 10, 11 lang. En dat is het wel zo. En er staat ook een hele grote trap op, dus komen jullie hier met z'n allen bovenop de wagen, of wat is het idee? Ja, je ziet het hier achter je. We hebben twee trappen gemaakt. En daar moeten in totaal 12 man op komen staan. Die tijdens de sombere kant van de wagen, dan draaien we sombere muziek bij. En dan moeten jullie somber kijken. En op het moment dat de DJ aangeeft van nu is het feest, hebben ze allemaal een vlag in de hand. En dan is het feest op de wagen. En, zo willen we het carnaval uitbeelden eigenlijk. Ja, dus naast dat jullie eigenlijk een hele mooie wagen bouwen, hebben jullie er ook echt een heel verhaal wat jullie uit gaan beelden tijdens de optocht. Ja, en nou hopen dat het ook bij de mensen zo overkomt. Dat is de gok die je neemt. Maar je wilt een keer iets anders. Je bouwt al een paar jaar op dezelfde stijl. En we hebben het toch geprobeerd, omdat we toch ook iets minder tijd hadden, om toch een extra twist aan die wagen te geven. Dus op die manier. Ja, we zijn heel benieuwd en we gaan het zien tijdens carnaval. Meute volgt en we zingen allemaal in koor.
Zeg maar niets meer, ik ga wel weg, als je het wilt. Zeg maar niets meer, laat me maar gaan, wees nu maar stil. Maar dit is de laatste keer, ik weet, je kijkt nu op me neer, maar straks, als het beter gaat. Zeg maar niets meer, ik ga wel weg, dan ben je vrij. Zeg maar niets meer, jij was al maanden niet van mij. Maar dit is de laatste keer, ik weet, je kijkt nu op me neer. Maar straks, als het beter gaat. Nou, dat was het weer. We hebben een heleboel bouwschuren gehad en een bouwtent. Het was weer één groot feest vandaag. Ik zou zeggen, bouw je zelf nog. Wil je dat wij langskomen? Nodig ons gerust uit. En ik zou zeggen, tot volgende keer. Adieu. Pilsje.